Welkom in deze nieuwe video van Bolster. Vandaag ga ik de band die ik heb gekregen van Tante Silke uittesten. Hoe hij zit, hoe hij voelt, of wat hij goed drijft op het water. Natuurlijk, ik heb niet zo'n groot zwembad, maar ik ben wel trots op dit hele kleine zwembadje. Hij ligt daar al te wachten, dus we gaan die gewoon uittesten en we zien wel hoe ver we komen. Het lijkt me wel heel leuk om het te doen. Ik moet er wel bij zeggen, het is niet zo warm, maar het is wel leuk om uit te testen natuurlijk vandaag. Dus kijk gezellig met me mee. Zo, ik heb weer mijn zwemkostuum eigenlijk aan. Ik kan nog niet zonder truitje zwemmen, dus dat gaat nog niet. Vanaf de 16e is de operatie, maar dan moet ik nog niet gaan zwemmen. Dus nu is echt wel nog steeds met dit aan. Het water zal ijskoud zijn, maar toch wil ik die band proberen. En ja, ik ga jullie dat ook proberen. Ik ga zien of ik jullie ergens kan opzetten. Zo. Ja, het water gaat ijskoud zijn. Maar, zit er nu natuurlijk net in, dus dat is wel vreselijk. Maar ja, ik ben zo blij dat ik hem gekregen heb van Tante Silke. Zo, de band. Het gaat ijskoud zijn. Ja, je ziet het echt als light. Het is echt wel hoe het is, hè. Ja, want dat gaat natuurlijk naar beneden. Ja, perfect. Ja. Dat is beter. Nu zie je dat niet meer in de camera. Ja, hier zit ik dan. Het is de eerste keer dat het water echt goed staat. Echt zo gelijk, dat is nog nooit gebeurd. Maar het is wel koud. Dat is geval. Dat staat ook op de video, hè. Even chillen, chillen, chillen. Het water is echt ijskoud, mensen. Dat is niet te doen. Superleuk, jongen. Ik ga de gezin even pakken. Ik ga die even hier afzetten. Het is echt wat chillen.
Dat is echt een goed ding. Echt super. Dus, ik ben er wel tot wat op zich. Dus ik ben wel blij dat ik dit gekregen heb. Heel dankbaar trouwens. Dus ik ben wel heel blij mee. Dus, heel blij eigenlijk mee. Ook leuk om het eens uit te testen eigenlijk. Waar of zo dat dat gekocht heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Of ik ook niet te weten. Maar het is wel leuk eigenlijk om het even uit te testen. Het is een goede band. Het is goed, ik denk ook wel als je dat op een grotere mijn doet, dat het iets beter gaat natuurlijk, want dat is logisch. Het is maar een klein zwembadje, hè. Maar ik ben toch fier op mijn kleine zwembad dat ik heb. Dus hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duimhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen dan zijn we gewoon weer terug met een leuke video.